Actoren betrokken bij de ordening van de houtsector hebben met president Santokki van gedachten gewisseld over verschillende aspecten aangaande de houtkap. Op het kabinet van de president zijn onder meer de kwestie van het generaal pardon, op te leggen boetes en het uit de illegaliteit halen van personen binnen de sector aan de orde gekomen. Stanley Bettersen, directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, stond onze redactie op donderdag 9 maart als volgt te woord. Er zijn namelijk stappen die worden gezet om te komen tot verdere ordening van de houtsector. Er is nog wel illegaliteit in de sector en daarom dat wij proberen middels gesprekken om ertoe te komen dat we dat helemaal wegwerken. U ziet ook dat BAP, de binnenlandse houtproducenten, ook erbij waren. En het gaat erom dat enkele van hun leden die nog in die illegaal sector zitten, eigenlijk eruit willen. Ze willen dan normaal volgens de procedures werken. En daarom dat zij ook aanwezig waren en met hun, wij van SBB als regulator, de procureur-generaal belast met economische delicten en de commissie ordening houtsector. Dus het gaat simpelweg erom dat alle actoren binnen de sector van oordeel zijn dat we nu eens eindelijk goed moeten kijken naar hoe wij samen de sector ordenen. En het moet zodanig zijn dat iedereen begrijpt waar naar we toe gaan. Vandaar dat we hier waren bij de president. Er is ook een hele poos gesproken over boetes die opgelegd zijn of afgehandeld moeten worden. Kunt u wat meer daarover vertellen? Oké, bij die boetes gaat het normaal om bij illegaliteit, als SBB illegaliteit binnen de sector vaststelt, dat het Openbaar Ministerie dan een boete oplegt aan de overtreder. En daarom dat er gesproken is over boetes, omdat er in bepaalde gevallen nog sprake was van illegaal velling van hout. En door die illegale velling zijn die houtblokken in beslag genomen. En houtblokken, je kan ze niet terugzetten, dus je moet iets ermee doen. En vandaar dat de groep die in feite die overtreding begaan, toen had gevraagd van oké, laten we die boete betalen, laat het hout niet te lang liggen, laten we die boete betalen en dan kijken we naar het traject hierna dat we in de legale sfeer gebracht worden. Vandaag is dat wel niet besproken, die voorstellen voor wat de legale sfeer betreft, maar die zijn er ook. Dus vandaar dat u hoorde praten over boetes. Wat gebeurt na vandaag? Nou, de president heeft een kleine commissie weer samengesteld uit deze groep. Het gaat meer erom om dan zaken te gaan verfijnen die hier zijn afgesproken, dat we dan bij elkaar komen en dat we dan zaken zodanig verfijnen en weer een voorstel doen dat eventueel aangenomen kan worden door alle partijen.